Je kunt vandaag de dag bijna op elke website het woordje duurzaamheid aanklikken, maar in de praktijk haalt niet elk bedrijf daar even goede punten op. Ik ben hier vandaag gekomen naar Gent om eens te zien hoe Popo dat combineert. HR en duurzaamheid. Als dienstverlenend bedrijf hebben wij gekozen om CO2-reductie als maatstaf te nemen. Met de trein reed ik ongeveer 1100 kilometer in de maand en met de fiets ongeveer 110 kilometer per maand. Ja, en resultaat op de teller? Op 4 maanden tijd ongeveer 890 kilometer. Bopro verhuisde naar het centrum van Gent. Moeilijk te bereiken met de wagen, maar erg toegankelijk met het openbaar vervoer. Zeg maar, we guide for a better world. Dat klinkt nogal, hè? Dat is geladen, hè? Ja. Ja. Maar dat is niet toevallig. We zijn actief in vastgoedbouw. En met een huisvesting heb je 2 grote CO2-veroorzakers. De bouw en de mobiliteit. En als we daarop inzetten, dan kunnen we echt wel een verschil maken. Nu, dat werken rond duurzaamheid, heeft dat ook effect op jullie HR-beleid? Wel, wij zien dat onze populatie verjongt, vervrouwelijkt. En dat de mensen heel bewust spontaan solliciteren. Omwille van onze duidelijke strategie en missie in zaken verbetering van ons milieu. Het is een bewuste keuze. Het zijn wel duurzaam of ecologisch, zodat je in die zin dat we ook kiezen voor geen auto of de aankopen die we doen, dat is ook allemaal bewust. Maar is dat dan ook de reden dat je bij Bovenom bent gaan solliciteren? Ja. Dus wanneer ik op zoek was naar een bedrijf, hebben we dus eigenlijk wel de eerste screening, was ook wel in de visie en in de waarden. En Bopro voldeed aan mijn eisen. Nu, die keuze voor duurzaamheid, waaraan zie je dat uiteindelijk bij Bopro? Wel, ten eerste in de sector die ze werken. Dus ik werk ook rond de duurzaamheid rond de gebouwen. Maar dan ook eigenlijk puur praktisch gezien. Dat zijn de kleine dingen van printen op klappapier wanneer dat mogelijk is. Of drinken van het water van de kraan. Dus het is ook een beetje aanmoedigend van allee, wat kunnen we nog doen, wat kunnen we nog verbeteren. En zo dat meedenken in dat proces is natuurlijk ook wel leuk. Die switchen naar duurzaamheid, zaten de mensen daar eigenlijk op te wachten? Wat we vandaag zien is, startend met de keuze van onze nieuwe hoofdzetel hier in het centrum van Gent, dat naast de voordelen op het vlak van mobiliteit, dat ook een hele drive teweeg brengt. Ik zou het durven noemen fun on the job. En het leuke is dat mensen die vroeger daar eerder vragen rond hadden, dat het vandaag eigenlijk ambassadeurs zijn naar onze klanten en andere stakeholders toe. En dat is een heel leuke vaststelling. Dit bedrijf heeft de kaart van de duurzaamheid getrokken en heeft daarmee ook een nieuwe lichting ingenieurs ontdekt. Jong, vrouwelijk en ambitieus. En dat is de toekomst. Volgende keer.